Ja, jongens. Ja, jongens. Ja, 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 ja. Heb je het gezellig gehad? Hallo. Ik ben hier zo blij mee. So, I'm alone. En, kijk eens even. Ik heb er nog één gekocht. Ik krijg echt gewoon een soort adrenaline stoot altijd hiervan. Eerste keer weer. Zo geweldig. Jouw eerste keer. Ik heb echt gewacht tot ik daar mentaal helemaal klaar voor was. Voor niet dan opeens een of andere psycho hier staat. Wel geluk dit. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben net wakker. Ik ga zo even lekker een ontbijtje maken. Wout en ik die hadden het over dat we dit jaar echt absoluut niet meer op vakantie zouden gaan. Vanwege dat virus natuurlijk. Maar nu lijkt het leven toch wel weer een beetje soort van, ja, een beetje terug naar normaal te gaan. Dus zaten wij echt zo van, nou, we willen niet uitsluiten dat we helemaal niet weggaan. Want we wilden eigenlijk naar Ibiza in september of oktober. Nou, een paar maanden geleden dachten we echt, hell no, dat we daar naartoe gaan. En nu denk ik wel een beetje van, nou, misschien kan dat wel. In ieder geval volgende week gaan wij op vakantie in eigen land. We hebben een heerlijk huis gehuurd met een zwembad. Ik heb er zoveel zin in. Dus dat is het eerste vooruitzicht. Ik hoop wel echt op mooi weer, want dat weet je natuurlijk nooit met Nederland. Nee, zal je net zien, hebben wij dat waanzinnige huis gehuurd en dan een hele week regen. Nou ja, ik ga gewoon elke dag even bidden dat het mooi weer wordt. En nu is het ook prachtig, dus ja, ik hoop het gewoon. Nou, ik maak een lekker ontbijtje met banaan, aardbei, jus en wat yoghurt erin. Nou, hey. Nou, hey. Doe je dat even? Zo, dan gaat dit de blender in. Chiazaad. Oeh, is een beetje veel. Oeh, lekker. Cheers. Mm. Ontbijtje in een glas. Nog koffie, dan is het helemaal af. Ik weet trouwens niet of ik ooit mijn luiertas heb laten zien. Maar ik vind deze dus echt super leuk en heel handig. Het is gewoon echt een soort grote zak. Ik heb daarin gewoon allemaal dingen voor de baby's. Het is nu een beetje leeg, want ik ben alles zeg maar aan het ordenen en aan het wassen. Heb ik hier een grote leren etui eigenlijk. En in die etui heb ik dan altijd veel luiers zitten. Billendoekjes. Extra sokken. Sophie de giraf. Een rammelaar. Ja, super handig om ook weer een soort van tas in tas te hebben. En deze is trouwens van, let me check. Ik kreeg hem een keer opgestuurd. Oh ja, Studio Nose. Ja, super chill deze. En Wout vindt hem dus ook echt helemaal leuk. We hebben net een bevallingsvideo opgenomen. Het was heel intens. Oh, heel emotioneel ook. Zo, ik heb echt best wel lang even ook gewacht om deze video op te nemen. Omdat het best wel, ja, het is gewoon toch een soort van ervaring die je heel erg moet laten bezinken. Ik heb er heel veel over nagedacht, aangedacht nog steeds. En voordat je dat dan echt kan delen met de buitenwereld, daar moet je echt klaar voor zijn. Ik heb echt gewacht tot ik daar mentaal helemaal klaar voor was. Om dat dan ook helemaal op video te bespreken. En ook de beelden weer te bekijken van toen. Want er zijn dus wat dingen gefilmd. Maar ik ben blij dat ik het nu heb gedaan. Ik heb het wel vaak zeg maar in het begin met Wout ook over de bevalling gehad. Omdat het toch een soort van iets is wat je dan moet verwerken. En nu hebben we het echt vol in detail helemaal beschreven. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, je moet het maar gaan kijken. Kijk, dit is altijd een tafeltje vol met snuisterijen. En mijn nieuwste aanwinst is deze. Hoe leuk is deze? Heb ik gekocht bij een heel leuk woonwinkeltje in Amsterdam in de Utrechtstraat. Dan zet je een leuk vaccinelichtje in en het geeft super mooi licht. En ik heb volgens mij nog nooit onze wc laten zien. Maar die is ook heel leuk. Het blauwe Marokkaanse muren. En dan dit wasbakje uit Marokko. We hebben hier een mand eronder. Superleuke tegeltjes. Dit vind ik ook echt een goede oplossing trouwens. Gewoon een mooie leuke vaas. En daar die wc-borstel in. En kijk eens even. Ik heb er nog één gekocht. En die staat leuk hier. Nou, tot zover de wc. Ja, schatjes, mama gaat flesje maken. Ja,
Ondertussen had ik een heerlijke pompoensoep voor mezelf gemaakt. Ja, die is al lang koud. Want ik ben alleen maar met hun in de weer. Wout is namelijk bij vrienden aan het chillen. So I'm alone. Ik kom eraan. Rustig. Oh, niet zo boos. Nee, schat. Kijk, hier heb ik een flesje voor Wolf. God bless dit apparaat. Oh, kijk eens even. Kijk eens. Wat een honger heeft die man. En Luca is ook ontzettend hongerig, want die is alleen maar aan het praten. Next. Mama heeft ook honger, dus... Schiet op. Nou, neem een soepje mee. Melk. Hydrofieletje. Is het lekker, Wolf? Wat een variatie, hè? Altijd maar die melk. Word je er niet eens gek van, jongen? Ben je zo braaf aan het wachten op mama? En ben jij zo lekker aan het drinken? Kom maar. Nou, ze drinken allebei. Dus ik kan ook eten. Goedemorgen. Nou, vandaag was het opeens 7:00 dat ze kwamen. Ze gingen huilen. En normaal, ja, we zijn gewend gewoon nu aan 8:00. Dus ik moet helemaal een soort van... Jeetje, wat vroeg. Ik weet dat het heel erg jaloersmakend klinkt. Maar ja, dat is het leven nu, hè. Dus ze zijn nu inmiddels alweer naar bed. Want ik heb... Het is nu 8:30. Ik heb ze lekker gevoed, ze even geknuffeld, verschoond, lekker met ze in de weer geweest. En nu is het tijd voor mijn ontbijt, voor mijn koffie. Oh. Ik word zo blij van deze koffie. Die eerste koffie in de ochtend, ja, die is gewoon priceless. Oh. Nou, lekker banaan, aardbei en druiven. Koffie is klaar. Nou, dit is gewoon... Hier word je toch helemaal opgewonden van. Oh, jongens, wel even een mooi schoteltje erbij hoor. Zo. Voilà, maar is nog niet af. Lepeltje. Honing. Nu is hij af. Hallo, hallo, hallo. Ik ben me even aan het opmaken zoals je kan zien. Ik weet niet, maar mensen die mascara kunnen opdoen zonder te morsen, respect. Bij mij wordt het gewoon altijd één grote kliederboel en dan moet ik met een wattenstaafje het er allemaal weer afhalen. Ja, dat is de enige manier hoe ik mascara op kan doen. Oh, deze borstel trouwens is echt super fijn. Ik heb al jaren dit merk. Dat heet Rock and Ruddle. En dit is hetzelfde idee als die Mason Pearson borstels. Dat is helemaal van echt varkenshaar gemaakt. En dit dus ook. Dus dat is vet goed voor je haar. Dan heb je minder haaruitval sowieso. En ja, ik zweer bij deze borstels. Zo fijn. En je hebt ze ook in allemaal leuke printjes en zo. Love it. Wij zijn ready for the ride en Noor heeft even gefixt dat ze naast mij kan. Eerste keer weer. Zo geweldig. Jouw eerste keer. Ja, maar ook met jou. Ja. Hoe lang geleden? Schat, meer dan een jaar. Ik heb mijn hele zwangerschap ben ik niet geweest. Ik kan niet wachten. Daar zit ze hoor. Oh ja, jij bent inderdaad echt niet. Nee. Nou, het lesje zit er weer op. Het was geweldig, ook om weer met Noor te riden. Mijn beste vriendin en wij gingen altijd samen een roadcycle. Maar inmiddels is dat natuurlijk al een jaar geleden. Doordat ik zwanger was en door die hele quarantaine. Dus ja, het was zo chill. Ik heb weer echt zoveel energie. Ik krijg echt gewoon een soort adrenaline stoot altijd hiervan. Voel ik me altijd helemaal gewoon alsof ik de hele wereld aan kan. Dus ja, ik wil echt gewoon proberen om dit minimaal 2 keer in de week te doen. Ik heb thuis natuurlijk ook een fiets, maar dit is toch anders. Als je gewoon met z'n allen, ja, dat groepsgevoel is toch anders dan dat je het alleen doet. Dus ik wil echt gewoon me voornemen om 2 keer te gaan. Ik ben nu wel gewoon helemaal uit
Leiden gekomen. Puur voor RoCycle. Gewoon, hoe next level is dat? Al die moeite. Kan je nagaan hoe leuk ik het vind. P1. Zo, even kijken. Oh ja, daar is de parking. Ja, daar moet ik erin. Joe. Nou, ik kom net thuis van RoCycle. Meteen zin om te snijden. Zo slecht. Want ik heb net een workout gedaan. Maar ik heb dus een nieuwe snack. En dat zijn hier speculoos stroopwafels. Nou, ik zou zeggen, koop het niet. Want je raakt er verslaafd aan. Oh, zo lekker. Dus ik ga lekker met een theetje. Ik heb er net dan zo staand een in mijn mond gepropt. Snel doorgeslikt. En nu wil ik die tweede al. Maar ik denk, nee, ik ga nu op de bank zitten. Ik ga die bevallingsvideo editen. Wout is naar voetbal. Want ja, ik wil die video gewoon zo snel mogelijk live hebben. Iedereen zit daar voor mijn gevoel zo op te wachten ook. En het wordt gewoon tijd, jongens. Hè? Ik heb lang genoeg ermee gewacht. Dus laptopje lekker op de bank, theetje erbij. Ik ga lekker de open haard aan doen. Dat doe ik. Ja, hoe knus. Heerlijk. Soms is het gewoon heel fijn hoeveel ik ook van Wout hou om even lekker alleen te zijn. Hij heeft dat ook. Soms moet je gewoon even een soort van ja, me-time hebben. Dat is zo belangrijk. En eigenlijk moet ik dan ook niet gaan editen, maar gewoon lekker wat lezen of in bad gaan. En daar helemaal van genieten. Maar ja, ik moet toch wel echt even editen. Maar wel grappig eigenlijk vind ik het dat, ook al is je relatie super goed, dat je toch altijd behoefte hebt om ook even jezelf terug te trekken. Ik denk dat de meeste mensen dat wel hebben. Nou, ik heb het in ieder geval altijd al gehad en Wout ook. Je gewoon even lekker, net als 's ochtends dat momentje dat je in je eentje wakker wordt en dan in je eentje naar de keuken gaat en een kopje koffie zet en nog alles zo stil is en gewoon me, myself en I. Ja, ik vind dat gewoon soms heerlijk. Ook weer niet te vaak, want ik ben gewoon toch gewoon het liefst samen met Wout. Maar soms is het gewoon, ja, wat ik al zei, gewoon heel fijn. Nou, het haartje is lekker aan. Geeft zoveel warmte af, zo fijn. Oh ja, wat zo raar is, omdat ik natuurlijk altijd een spiraal heb gehad, altijd anticonceptie. En nu dus even niet, voel ik dus wanneer ik ovuleer. Dat is echt iets nieuws. Maar ik voel dan helemaal, oh ja, in mijn baarmoeder, ik kan het niet beschrijven eigenlijk. Maar ja, het lijkt eigenlijk best wel op ongesteld zijn. Het is echt heel arilexed. Het duurt ook echt maar een dag of zo. Ik had het vorige maand dus ook. Dacht ik, wat is dit? Ik word toch niet nu al ongesteld? Dacht ik, oh mijn god, vandaag, ging ik even uitrekenen, ovuleer ik. Nou, heb je dat er ook nog eens even bij? Ik kan niet wachten op die spiraal. Ja, jongens. Ja, jongens. Ja, 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 ja. Het moment is daar. Het moment is daar, want wij zitten nu aan de champagne. Ja. En dit is de eerste keer dat wij met z'n tweeën op pad zijn sinds we ouders zijn. Ja, voor het eerst in 4 maanden tijd zijn wij met z'n tweeën naar buiten. Want dat zijn we dus gewoon nog helemaal niet geweest. Nee. En daar gaan wij eens even dik van genieten. Zo leuk. Ja, we dachten van we beginnen met een lunch. Dus we hebben een paar uurtjes weg, want ik vind het wel een beetje spannend. Dat jij vindt nu toch wel spannend? Nou, toch wel een beetje. Zijn ouders die passen op, opa en oma. Dus ze zijn natuurlijk helemaal in goede handen. De tweeling, maar ja, toch gewoon gek. Weet je wel, normaal ben jij thuis en dan ben ik weg. Altijd even of andersom. Twee. Ja. En nu is het opeens, zijn we allebei weg. Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Vind jij het spannend? Nee. Oh. Nee. Maar dat is misschien ook weer een mannending. Geen idee. Ja. Nee, ik ben helemaal relaxed eigenlijk. Nee, maar ik vind het vet leuk. Maar ik ben zenuwachtig omdat wij voor het eerst met z'n tweeën een lunch doen. Dat vind ik helemaal leuk. We zitten eindelijk met z'n tweetjes aan de champagne. Daar kan ik oprecht naar. Zenuwachtig is misschien het verkeerde woord, maar wordt er helemaal een soort van opgewonden van. Ja. En onze eerste date zaten we ook aan de champagne. Ja, dat wilde ik net zeggen. Bij Champagneria. Ja. En nu zitten we dus bij onze eerste date nadat we kinderen hebben bij Champagne in Leiden. Dat is toch wel, hè? Ja. Ik vind dat leuk. Dat is heel symbolisch. We houden deze trend vast. Cheers, schatje. Cheers. Oh. Hey, dat ging wel lekker soepel, jongens. Klasse. Heerlijk. Geweldig. Ja.
Het is vandaag 27 graden, ja, love it. Zo lekker. Helemaal chill. Hoi. En dit is onze view. Lekker aan de gracht. En nu gaan we helemaal naar de Getver. We gaan ons bezatten. Helemaal los gelijk. We hebben eerst allebei een aspergesoepje. Oh, ik heb zo'n zin hierin. Want ik heb, is het seizoen van asperges of niet? Pas wel. Oké. Okay. Nou. Ik ben zo'n asperge specialist. Oh, ik ben wel een asperge freak namelijk. Ja, wel. Ik ben wel fan. I love it. Ik weet er verder weinig van. Inmiddels hebben wij net ons derde glas champagne besteld. Daar is die. Daar is die. Lekker hoor. Heerlijk. Hier komen we voor. En het salade is maar... Eten is bijzaak. Eten is leuk, maar je wordt er echt blij. Dankjewel. Oh, wat chill dit. Cheers. Ja, ik heb weer mijn favoriet besteld. We hebben denk ik al 100 keer gecheers in deze vlog. Gewoon doorgaan. Hallo. Dit geluidje ook, joh. Oh, heerlijk. Word je er blij van? Maar en ik heb weer besteld wat ik gewoon altijd bestel, wat zo slecht is. We hadden het dus laatst over mijn eetgewoontes. Nou, jongens, kijk maar even. De Eggs Benedict met zalm, Hollandaise saus. Dat is zo goed voor je sixpack. Niet normaal. Het smaakt niet goed. Het smaakt leuk, schatje. Nou, papa en mama zijn weer thuis hoor. Ook wel weer heel leuk om deze twee te hebben. Deze twee te zien. Ik ben helemaal verwilderd, zie ik eruit. Hey! Wat krijg je na drie champagne? Shampoepel. Ja. Hi, schat. Ja, ben jij blij? Hi, schat. Heb je het gezellig gehad? Hallo? Was het leuk? Hé, Snoefie? Hi. Hi, lieverd. Hey. Ja, weet ik. Dat dacht ik al. Echt? Ja, heb je mama gemist? Ik ga nu heel chill 2 ijskoffies maken. Want opeens zat er een heel pakket in de brievenbus van Nespresso. Ze hebben gewoon zomaar allemaal dingen opgestuurd. Ijslatte cupjes. Oh, dit erbij. Zo chill. Ik ga de kokos proberen. Het resultaat. Deze is al geroerd. Deze nog niet. Deze ziet er nog mooi uit. Jee. Heb je er nog zo'n rappertje in gedaan, lieverd? Hey, is dit speciaal voor mij? Wat? Oh, oeps. Jezus. Je mag er wel uit hoor. Maar er komt ook allemaal... Moet ik een nieuwe maken? Nee joh, ben je gek. Zo makkelijk, die man van mij. Vind je dat leuk? Hop, hop, hop. Paardje in galop. Boefie. Wolf vindt het de laatste tijd geweldig als je gewoon wat wilder met hem doet. Ja, Wolf houdt en niet helemaal... van het slappe gedoe. Nee, die wilde heet entertained worden. En gewoon gekke dingen doen. Ik ga eten bestellen. Maar we zien niet. Wat gaan we eten? Fischer. Wat gaan we eten, Wolf? Wolfie, Wolfie. Nou, geef hem maar even aan mij. Kom maar bij die mama. Kom maar bij die mami. Hey. En Luca? Zit jij lekker bij mami? Wat zullen we dan eten, schat? Pizza? Ik weet niet of je er zin in hebt. Oh, ik weet het al. Ik wil die ravioli van Panini. Ik zat ook naar Panini te kijken net. Echt? Ja. Ricotta en spinaci is mijn lievelings. Hoi! La 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 la. La 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 la. Snack, je bent zo heet, het komt door je vader. Gadver. Ja, hij wordt heel warm van mij, want ik ben ook heel warm. Jij zweet altijd als een otter. Het druipt er af altijd. Snack. Ik hoop jullie hebben gehoord dat het ruimt. Vind je niet leuk? Wat wil je ook weer? Alleen leuk als papa doet, hè? Ravioli en melanzane. Ik kan jou voeren. Graag. Ik zing nu al het liedje van The Wolf of Wall Street. Dat Matthew McConaughey doet dan zo.
Geniaal. Op een of andere manier worden ze er rustig van. Ik weet je hoe vaak mensen mij hebben gezegd toen ik in Amerika was dat ik op Matthew McConaughey leek? Oh, ik vind niet dat jij op hem lijkt. Nee, maar op zijn broer, zeg maar. Door mijn haar, denk ik. Jij vindt het van niet? Nee, jij bent 10 keer knapper. Dank je. Nou, de kids die liggen op bed. Finally. En ik heb zo'n leuk pakket binnen, namelijk van de Spirit Junkies. Zo leuk, ik kwam met hun in contact via Instagram en een van de oprichters is ook een tweelingmoeder, dus toen voelde ik meteen die connectie. En zij hebben allemaal edelstenen en sieraden met edelstenen en nou, echt, ik hou ervan. Dus ik ga dat nu even unboxen. Kijk hoe leuk. Ik ben zo benieuwd wat er allemaal in zit. Kijk nou toch, ik ben hier zo blij mee. Kijk even hoe mooi. Dit is bijvoorbeeld agaat. Het is rustgevend, helpt bij de concentratie, balans, innerlijke groei. Er staat ook een kaartje hierbij wat het doet. Een zoutlampje, dit wilde ik ook al heel lang kopen. Dit is super goed, dat geeft namelijk rust en het helpt ook bij allergieën en astma en bronchitis. Nou, heel fijn, want ik heb mega last ook van hooikoorts en zo. Deze ga ik trouwens in de kinderkamer doen, zodat zij beter slapen. En ik wil er dan eigenlijk ook nog eentje voor bij ons op de kamer, dus die ga ik even bestellen. Dan is dit roze kwarts. Dit geeft liefde, zelfliefde, acceptatie, opent je hart. Wat goed dit. En dit is fluoriet, ook heel mooi. Dit geeft zelfvertrouwen, helpt ook bij huidklachten, stressklachten, angsten. Oh, ik ben hier zo blij mee. Ja, en wat ik eigenlijk nooit heb gedeeld, is dat ik dus mega erg geloof in de kracht van stenen. Het is ook wel grappig, want ik ben er ook een soort van mee opgegroeid. Want mijn oma, die was best wel spiritueel en die werkte heel veel met edelstenen. Die had ze altijd thuis. En dan vroeger als kind ook, als ik dan bijvoorbeeld heel erg hoofdpijn had of niet goed kon slapen, dan legde ze altijd amethyst op mijn hoofd tegen de hoofdpijn. En dat hielp dus echt. Of ze pakte een paar stenen en deed die dan onder mijn kussen, zodat ik beter zou slapen. Ik geloof dus echt in de kracht van edelstenen. Dus ik vind het zo leuk. Ik heb er ook een aantal hier liggen en boven ook. Dus ik ben er al helemaal bekend mee en ik ben echt fan. Ja, en toen dit superleuke merkje mij berichtte om stenen op te sturen, toen zei ik gewoon, ja, tuurlijk, doen. Ben ik vet blij mee. Ik weet niet of het jullie al was opgevallen, maar we hebben 2 walibi's. Namelijk deze, die is echt voor 1 persoon. Met z'n tweeën, dat is heel krap. En deze wat groter. En hier kunnen ze met z'n tweeën in liggen. Nou, Wout die is de deur uit. Die is naar een verjaardag. Dus ik ben home alone. En ik ga even editen. Deze heb ik trouwens nieuw. Hoe leuk. Deze surfersketting. Hij is van Lofies. Daar heb ik hem gekocht. Een paar dagen geleden. Helemaal blij mee. Staat leuk bij al die gouden dingetjes. Helemaal zo vrolijk. Oh ja, het was zo fijn om even weer met z'n tweeën op pad te gaan. Echt, je hebt geen idee. We zijn natuurlijk alweer 4 maanden onderweg met onze tweeling. En 4 maanden lang gewoon voornamelijk met z'n vieren, in quarantaine thuis. Dus nauwelijks de deur uit, vrijwel niet eigenlijk. Dus vandaag gewoon voor het eerst op het terras aan de champagne. Nou echt blijer kon je mij niet maken. Wout ook, die vond het helemaal geweldig. Toen we aan het lunch waren, ik moet je zeggen, ik kon het best wel goed loslaten. Ik dacht niet van de hele tijd, oh ik ga nu de ouders van Wout appen hoe het gaat en zo. Ik dacht nee, ik laat het los. Ik ga genieten nu van mijn lunch, leven in het moment. En het zal allemaal wel goed komen. Dus ja, dat ging mij goed af. En Wout al helemaal, die kon het nog beter. Want ik zat af en toe nog wel van, oh, hoe zou het met ze zijn? En ik ben zo benieuwd. Weet je wel, je bent toch met ze bezig. Dat is wel echt bizar hoor. Want dat ken je niet, dat gevoel, als je nog geen kinderen hebt. Je bent dus echt samen op pad. Maar toch heb je in je achterhoofd van, er wachten nog 2 mini-mensjes thuis op mij. Ja, dat is toch anders of zo dan toen ik nog geen kinderen had en dan gewoon met Wout de hort op ging en lekker drankjes ging doen. Nu zit je, ja, denk je gewoon de hele tijd aan ze en ja, dat is toch even iets wat je soort van moet processen of zo, dat er nu bij hoort en dat zal natuurlijk ook nooit meer weggaan. Maar vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Het is gewoon nu voortaan als we dan op pad gaan van ja, wij zijn gewoon ouders en onze kinderen die zijn thuis of bij opa en oma en we hebben gewoon kinderen. We zijn nu 4 maanden verder en af en toe moet dat gewoon nog steeds een beetje landen.
dat je gewoon ouders bent. Ja, ik kan niet uitleggen. Het is gewoon alsof het nog niet helemaal zo is geklikt van dat we echt zo elkaar aankijken en zeggen... Hallo, wij zijn gewoon ouders. Doe even normaal. Het is gewoon wel een hele mooie reis waar we nu in zitten. Ja, er komen gewoon allerlei gevoelens bij kijken. Dus heel veel verbinding en warmte en ook met elkaar. Het doet ook heel veel met je relatie. In hele positieve zin bij ons. Echt, we zijn nog veel meer naar elkaar toe gegroeid sinds we kinderen hebben en door die bevalling. En naar zo'n connectie met iemand, daar heb ik altijd echt zo naar verlangd. En eindelijk is het er echt. Ik ben, ja, het klinkt dan weer zo cliché, want ik ben zo dankbaar. Maar ja, ik ben echt gewoon wel heel erg blij dat ik dit in mijn leven heb gevonden. En dat ik nooit settle for less heb gedaan. Want ja, in andere relaties die ik heb gehad, dan kan je daar ook gewoon... Natuurlijk had ik voor kunnen kiezen om daar altijd mee door te gaan en niet te stoppen. Omdat dat op dat moment ook wel heel veilig voelde juist om dat te doen. Maar ik dacht toch ergens van nee, dit is niet de man waar ik mee ga eindigen. En dat heb ik elke keer gevoeld. Nou, nu klinkt het alsof ik echt 10 relaties heb gehad, maar nee... Een aantal. En ik ben zo blij dat ik elke keer die knoop heb doorgehakt. Ook al was dat zo moeilijk en heb ik zo getwijfeld. Maar toch heb ik gewoon mezelf uit die comfortzone gehaald. En ja, hoe eng dat ook toen was om dan weer alleen te zijn. Ik ga er wel een keer een aparte video over maken. Want ik kan hier echt uren over lullen. En ik vind het gewoon heel interessant door gewoon... Ja, de keuzes die je maakt. Ik ben echt van mening, je creëert gewoon echt je eigen leven. Je leven is zo maakbaar. Je hebt geen idee door alles wat je besluit. Ik ben iemand die heel erg zijn gevoel volgt. En ook heel dicht bij mijn gevoel sta. Ik ben zo'n gevoelsmens, niet normaal. Ik volg ook bijna nooit mijn verstand. In alle keuzes, belangrijke keuzes die ik heb gemaakt. En ja, dat heeft me zo ver gebracht. Het heeft me zoveel goede dingen opgeleverd door de jaren heen. Soms was het zo eng om iets te doen of juist iets niet te doen. Maar dan voelde ik gewoon ergens van, ja, dit moet ik gewoon doen. En uiteindelijk, het kwam ook gewoon allemaal goed. En het opende allemaal deuren waarvan ik nog geen idee had dat die bestonden. Dat is het mooie. En... De avonturen die erbij kwamen kijken en oh, New York en oh, maar ik ga hier een apart video over maken. Want ja, het is ook iets waar ik heel graag over praat. Over hoe je je eigen geluk kan creëren en hoe je bepaalde keuzes moet maken en waarom. Ja, dus dat komt daaraan, beloofd. Oké, dit gaat zo triest klinken, maar het onweert als een gek. En ik ben zo bang voor onweer. Gewoon niet te doen. Wout is ook weg nog steeds. En ik ben dus alleen met de tweeling. En ik vind het echt niet leuk. Gewoon niet chill. Het komt gewoon omdat ik te veel thrillers heb gezien. En dan is er altijd onweer en slecht weer als er iets engs gebeurt. En somehow connecten mijn hersenen dus gewoon als het hier dus onweer is... Dat ik helemaal bang word. Helemaal die adrenaline en die thrill krijg ik. Het komt nu ook steeds dichterbij. Oh, vreselijk dit. Oh, wat erg. Ik voel me ook echt een aansteller, maar ik kan er niks aan doen. Ik vind het zo eng. Ik moet ook de heet om me heen kijken gewoon. Voor niet dan opeens een of andere psycho hier staat. Walgelijk dit. Oké, het regent nog, maar... Onweer is weg. Het is inmiddels al 1:30. Ik ben zo moe. Oh, ik moet soms zo lachen om mezelf. Maar goed, ik ga slapen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week.